Mensen, welkom bij, bij de echte formele start van het project. Ja, we gaan een traject in waarin een trekker opgeknapt gaat worden. En waarop ik leerlingen heel veel gaan leren. Het blad trekken, omdat het 30 jaar bestaat. Toen hebben ze ons gevraagd of we het trekken van toen opbouwen knappen naar de dingen van nu. Zeg maar, met alle nieuwe snufjes erop. En dat gaan we nu zien in de presentatie. Het plan van aanpak en alles zo bekeken en we er ook wat vol te vertrouwen in. Ja, we moeten ons trekker bijna een jaar missen, dat doet wel pijn eigenlijk. Dat er een hele mooie samenwerking is tussen drie verschillende partijen. En wij als technisch groothandel leveren de onderdelen weer aan Aventus, zodat zij weer aan het project kunnen werken. Afgelopen 4 weken hebben we gesplitst. We zijn gaan kijken waar de oorzaken waren. De klant had aangegeven dat er iets mis was met de koppeling. We hebben uit voorzorg meteen de kering vervangen. Verder hebben we nou de oorcontrole meegepakt en dat we er nou makkelijk bij kunnen. Die lekte en die is inwendig heel warm geworden. Omdat van deze type tractoren de oliecapaciteit heel weinig is. Alleen dat hier een GPS-systeem op zit. En hij blijft continu aan het sturen, wordt de olie ook heel warm. Dus de oorcontrol kan die hitte niet aan. En daardoor verslijt hij, gaat hij lekken. Ik heb net nog de onderdelen uitgezocht voor de steekas. Er zit speling op. We hebben meteen gezorgd dat we de afdichtingen en de nodige onderdelen op voorraad hebben liggen als we aan de reparatie beginnen. Het is een klusje, daar ben je even mee bezig, maar als het mee zit, is het een dag gebeurd. De eigenaar en de spuiter die komen zo meteen een keer langs om te kijken hoe ver het project is. Gekeken welke punten veel aandacht nodig hebben. We hebben net de steekas eraf gehaald. Er komen nieuwe lagen in, nieuwe afdichting. Nou, volgens mij valt het de indruk van de spuiter is hier redelijk tevreden over hoe het eruit ziet. Het is niet helemaal doorgerot. Het is echt een slechte trekker. Er zijn een paar kleine plekjes op en dat is allemaal de standaard plekken waar er wat. Dus. Het grootste is de deuren nog. Spiegels zaten gemonteerd op de deuren. Alleen de deuren die waren ernstig uitgescheurd. Met brede spiegels waren. Nou hebben we natuurlijk overleg gehad met de spuiter om de deur op te lappen en te verstevigen. Alleen er moest zoveel aan gelast en verslepen worden dat we geen vuur meer van de deur overhouden. Dan moeten we kijken naar een alternatief. Ja, het bladtrekken bestaat 30 jaar en we wilden eigenlijk een combinatie maken van techniek, van onderwijs, van lezers een drankje geven en te informeren. Dus dat is eigenlijk het tegenwoordig achter de Back to the Future. Eigenlijk de nieuwe techniek en de liefhebberij zijn we combineren. Ja, er is veel gebeurd, maar er moet nog veel gebeuren ook. Ik mis hem echt. Ja. Ik heb nu een vervangende trekker, maar nee, er is geen 56 in. Nee. De tractor gaat daar naar de spuiter. En zoals je hier zegt bij de deuren zitten roesten achter de raamrubbers.
en die kan meteen behandeld worden. We hebben hier deze stuurkolven vervangen. Dan heb je wat meer ruimte om hem los te krijgen en eraf te halen als je deze er even afhaalt. Dus met kleine moeite, dan zetten we ze er weer aan. De stuurkolven die aan de stuurcilinder zijn, die aan het spelen, dat moest opgelost worden. Dus moesten de wielen eraf. Kijken of ze er allebei even ver in zitten. Dus de toesporen en afstellen. Dus dat hij niet helemaal goed heeft, dan valt dat niet meer. Luchtfilter uit monteren. We hebben hier koelers tussen gemaakt en dan moet alles weer dicht gemaakt worden en kijken waar slangen kunnen lopen. Dit is een nieuwe staalkoppeling, hier komen die slangen in. En die aan de andere zijkant die vervalt, want dat is nu een ombouw. Dan kun je gewoon zo eruit trekken. De airkoppeling, daar wouden we eerst boven op plaatsen. Uiteindelijk hebben we gekozen om toch de airkoppeling niet te plaatsen. Hij past niet binnen de kap. Er wordt nog geregeld dat er een kap voor gemaakt wordt. Een stuk een onderdeel maken voor stabilisatie. Er mist nog ergens een onderdeel van. Hier door de metaalafdeling moet schoonmaken. Nou, wat ik mooi vind aan het project is dat ik, zoals ik zie, zoals de studenten onderling met elkaar overleggen en dingen oppakken en maatwerk maken. Ja, dat straalt een bepaalde motivatie en passie uit. En dat is wel ontzettend mooi aan dit project. En dat zie je eigenlijk ook terug bij de mensen die hier aan meewerken vanuit Kramp, vanuit Aventis en vanuit onze redactie. En op een of andere manier werkt dat gewoon. Nou, we hebben een mooi project in huis gehaald. Het kost aanmerkelijk meer tijd en energie dan dat ik had gedacht. Het is ook soms een hele uitdaging om de jongens gewoon elke week weer van onderdelen te voorzien. Het is best wel uitzoekwerk. Je moet spullen bestellen bij leveranciers. En om dat allemaal op tijd geregeld te krijgen, zodat ze niet stilstaan, is een mooie uitdaging. Uiteraard komen ze ook vaak dingen tegen die ze dan niet verwacht hadden. En dan zoeken we gewoon elke keer weer een oplossing voor. Dus we hebben bijvoorbeeld voor de linkerdeur een goede tweedehands gevonden. Jullie goede stukken uithalen en dan die deur kunnen gaan repareren. Wat wel mooi is om te noemen, is dat de studenten, ook al zijn ze dadelijk afgestudeerd, toch in en na de vakantie terugkomen om het project helemaal af te werken. Ik denk dat dat wel genoeg zegt over hoe gemotiveerd ze zijn om dit project tot een goed einde te brengen. Maar die jongens moeten zelf met elkaar overleggen wanneer wie hier aanwezig is om dit project af te ronden. We hebben test gedraaid, maar hij moest natuurlijk rijdend zijn, zodat hun hem daar op de vrachtwagen van de vrachtwagen zo kon krijgen. Nou, er moest wat lastwerk aan de deuren verricht worden, er moest wat lastwerk aan de cabine zelf verricht worden. Er zaten wat rotte plekken zaten erin. En die heeft de spuiter weer netjes voor elkaar gemaakt. Maar de tijdsdruk begint wel wat toe te nemen. Dus, en we hebben nu in principe 2 weken minder dan we gepland hadden. Dus, ja. Ja, de spuiter die is later begonnen met spuiten. We hadden doorgekregen dat het in de vakantie zou gebeuren. Maar blijkbaar is dat later gebeurd. Die jongens een beetje te helpen als ze even niet wil, dan kijken of we de dingetjes los kunnen krijgen. Ik denk dat hij verrast is, maar zeker blij. Kijk maar. Hallo. Geweldig, gewoon geweldig. Ja, dit overtreft alle verwachtingen.
Ja, je ziet het ook wel. Het blinkt, het doet het. Het is gewoon een nieuwe. Wat die jongens hier neergezet hebben, dat is ongelooflijk. Hier had ik hem wel 2 jaar voor willen, mensen. Ja. Boven verwachten. Nee, ze hebben echt heel goed hun best gedaan. Het is toch iets unieks wat je nou op bedrijf hebt. Zeker omdat er bepaalde dingen op zitten die er eigenlijk nog niet echt in de handen zitten. Net als de ledlampen, werklampen. Het is wel echt wel mooi dat het zo origineel mogelijk gehouden is. Ja, we wisten wel dat die natuurlijk voor een heel groot deel opgeknapt zou worden. Maar dit is wel echt ver boven verwachtingen. Of staat hij nou is? Zo kun je ze nu niet kopen. Ja, fijn trekkertje. Als je zo'n trekker selecteert moet zijn, nou, hoe gaan de mensen ermee om als de trekker netjes opgeknapt is en die komt weer terug op het erf? We wouden het ook graag dicht bij boeren houden en dat de trekker daarna ook weer echt in gebruik komt. Hè? Dus echt weer nuttig is in de praktijk. Omdat de trekker is niet alleen teruggebracht in de originele toestand, maar er zijn ook allemaal nieuwe voorzieningen opgekomen, zodat hij ook weer met nieuwe werktuigen en met elektronica kan werken. Dus dan hebben we uiteindelijk voor hem gekozen. En ik moet eigenlijk zeggen, want ik denk altijd in beelden, en dan zie je het zo voor je hoe dat zou gaan. En ik weet hoe die trekker eruit zag. En nu ik hem in echt zie, nou, daar had ik in mijn droom niet kunnen zien. Hij is zo mooi. Hij is denk ik nog mooier dan die 30 jaar geleden uit de fabriek kwam.